3, 2, 1. We gaan 4.500 kerstpakketten samenstellen voor de cliënten van de voedselbank. Zouden we dat niet op krap bij mogen? Als studenten denk je altijd dat je krap bij kas zit. Maar ik denk dat het wel meevalt uiteindelijk. Er zijn mensen in Nederland die het veel zwaarder hebben en wel een beetje extra hulp kunnen gebruiken tijdens de kerstdagen. You better watch out. You better not cry. Is het belangrijk om eten in te zamelen voor mensen die het minder goed hebben? Ja, omdat als de mensen doodgaan, komen er minder mensen op de wereld. En straks blijft er maar één iemand over. En dan is er nooit niemand meer. It's making a list, checking it twice. They're gonna find out who is naughty and nice. Ik heb in mijn tijd toen 12 pakken melk besteld, maar dan kreeg ik er 72. Want kijk eens eventjes, ze zitten met z'n zessen in een pakje. Dus nou heb ik nog over voor mensen van de voedselbank. Wat je dan doet is je pakt een product, dat gaat erop, dat rol je erover. Nou, ik heb een van onze grootste producten heb ik erop gelegd. En dat rollen we dan. Ligt dat lekker? Ja, het ligt wel lekker eigenlijk. Het is een soort massage. We zijn echt nog op zoek naar vlees en vis in blik. En naar houdbare zuivel. Boom en boom staat in de kamer. Halleluja. Hola, boom staat in de kamer. Halleluja. Ik krijg leef je uit. Oh, ja. Ja, je wil nou vol spelen, Peter. Koffie en thee. Ja, weet je wat jij wel gewoon wil? Jij wil hem gewoon op vlees hebben. Vis. Oh, hij is op vis! Hij is op vis, vlees! Fred, ongelooflijk! We moeten hier viel pas. Nee, nog niet. Nog niet? Oh, je tekst. Oh, ja, die heb ik hier. En George, dat kan natuurlijk niet. Zonder de tekst van George Baker, dames en heren. Shine a little light through the darkest night on a Christmas day. Can you please give us the donation? Yay! Want hoeveel hadden jullie bij elkaar? Weet je dat nog? Iets van 300 euro. 300 euro? So enjoy your family all around the Christmas tree. Kom maar binnen. We krijgen een hele kudde kerstman op bezoek. Ga lekker zitten. Het is een beetje proppen. Heb je koffie, heb je thee, maar dat geldt eigenlijk ook een beetje voor tandpasta. Kom naar de Laan van Schravenmaden 2. Koffie, lekkere bakkie koffie, jongens, wie lust er een koffie? Wat zeggen we dan? Vrolijk kerstfeest! Ja, je wordt toch alleen maar heel warm van?